Gezondheidsminister Amar Ramadan zegt dat het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening, BVGS, de opdracht heeft om de samenleving te voorzien van meer informatie over de veiligheid en selectieprocedure van medicatie die het land binnenkomt. Woensdag, voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers, benadrukte de bewindsman dat de partij medicijnen die dit jaar is gedoneerd door India veilig is voor gebruik. Bij de RPM meeting hier met journalisten, dat ik de samenleving kan garanderen dat, en ik heb nog gisteren een gesprek gehad met het BGVS, heel toevallig, gisteren met de RVC en de directie, waarbij ik een verslag heb gehad vanuit de apotheker ook, van het BGVS, we kunnen de samenleving garanderen dat alle medicamenten die door BGVS worden vrijgegeven voor gebruik, voor consumptie, geschikt zijn, en dat middelen die niet voldoen aan de procedure, want er zijn wettelijke procedures, er zijn kwaliteitsprocedures die moeten worden ondergaan, documenten moeten worden bekeken, als zaken niet correct zijn, worden die middelen ook niet vrijgegeven. De minister geeft aan dat de samenleving behoefte heeft aan meer informatie over medicatie. Er moet binnen de gemeenschap geen ruis bestaan over de veiligheid van de medicamenten die in omloop zijn. Ramadan stelt dat de medicatie uit India ook van hoge kwaliteit is, in tegenstelling tot wat er in de wandelgangen wordt gezegd.